We gaan naar Dirk Veenstra op de beurs. Dirk, schrikken beleggers nou van die stroppenpot of is er iets anders aan de hand? Nou, de stroppenpot speelt wel degelijk mee, Mark. Maar daar zei inderdaad Van Dijkhuizen over van het zal niet het hele jaar op dit hoge niveau blijven. Nou, moeten we dan maar aannemen. Er is ook iets anders aan de hand inderdaad. En dat heeft te maken met de kapitaalratio, eigenlijk de reservebuffer van die bank. Door allemaal regelgeving is dit jaar wat lager uitgekomen. En net zo laag dat het niet uitziet alsof ABN AMRO dit jaar nog extra geld gaat teruggeven aan aandeelhouders. Dus via een soort extra dividend of via het inkoop van eigen aandelen. En dat was misschien wel op gerekend. Dus dat is de reden waarom het aandeel ABN AMRO, kijk maar naar deze grafiek, dit jaar redelijk op koers, maar toch nu vandaag zo'n 4,5% verliest. Nog even een behoorlijke klap. Dit is de koers vlak voor de uitzending. Inmiddels staan we op €25,12. Het kan dus nog lager even. Het goede nieuws is misschien nog dat hij niet verder zakt na de klok van 10 nu. Dus dat misschien valt de schade alsnog mee. Nou ja, kan hè, dat beleggers even schrikken of misschien even de bericht niet helemaal weten te plaatsen. Is dit nu goed of slecht? En dan als er wat meer duiding van mensen zoals jou en collega's komt, dat mensen dan wel weer kijken van, oh ja, hè, dat het wel weer wat herstelt. Verwacht je dat ook? Nou, het zou kunnen. Het hangt af van de toelichting inderdaad en van alles wat dan er is de rapporten die nu worden geschreven. Want iedereen luistert natuurlijk de afgelopen uren nauwlettend naar wat Van Dijkhuizen heeft gezegd en geschreven. Over die bijvoorbeeld die inderdaad die kosten, dus die dan ook in de rest van het jaar hoog kunnen zijn of niet. Nou, hij zegt dus niet zo hoog zullen zijn. Prima, wordt genoteerd. Maar hij zei dus een kwartaal geleden inderdaad, bij de presentatie van de vierde kwartaalcijfers, dat er misschien wat meer in het vat zal zitten voor beleggers. Nou, dus nu nog niet. Sterker nog, dat wordt misschien wel veel later in het jaar. Op Bloomberg was de CFO van ABN AMRO even aan het woord. En die zei inderdaad dat ze daar pas veel later dit jaar over gaan nadenken. En dat op het moment dat andere Europese grootbanken, zoals UBS en HSBC, al wel besloten hebben om extra te gaan uitkeren. Dus in wat voor vorm ook maar, aandelen inkoop, dan wel extra dividend. Dus die gaan cadeautjes weggeven, die hebben voldoende kapitaalsbuffers. En ABN AMRO is daar nog even onzeker over. Dus wordt vervolgd.